allemaal. Ben hier dus weer. Welkom bij de live workshop van cirkelschablonen gebruikt in keramiek. Oké, het is een beetje speciaal vandaag. Ik heb wat anders. Zelf kwam ik die een tip tegen. Ik heb een Engelse site. Ik vond dat top. Omdat ik zelf soms een beetje in de miserie geraak. Dus goed. Maar het gaat even technisch zijn. Ik heb het ook geprobeerd uit te leggen aan een tweeën. En die madame verstond het dus niet. Dus ik zei, ik ga dat filmpje van maken. En met beeld en uitleg doen. Dus, hetgeen ik vandaag ga uitleggen. Kun je bijvoorbeeld gebruiken hoe je echt een exacte openingen modern of een exact ding die moet passen heb iets in keramiek. Bijvoorbeeld een dekseltje. Je laat een dekseltje vormen van een potje. En dat potje is al baan, dus hij had met je crème gezeten, hij had met van alles gezeten. Hey Caroline. Dus het is super moeilijk om een exact dekseltje weer te creëren. Rekening houdend met je crème en al. Versta je wat ik wil zeggen? Zie is niet, maar ik ga het doen. Dus, heb je nu een vuurlusje gemaakt? Ik had het even gezegd, je ziet het al. Een vuurlusje voor een meesje. Een pimpelmees. Maar je weet dat misschien, maar die opening waar die vogeltjes deuren moeten vliegen, dat moet redelijk exact zijn. Je kunt dat niet zo met een slag inslaan en zeggen van, die vogel wat dat wel even vliegen. Nee dus. Als dat te groot is, gaat dat meisje dan niet invliegen. Dus de openingen voor een meisje is 28 mm. 28 mm, een pimpelmees. Een koolmees is bijvoorbeeld 32 mm. Ervaringen toont mij dat je dat echt wel moet hebben. Maar, hier zit je nu met mijn klei. Dat is witte klei met 0,2 mm. Wat moet ik daar nu uitduwen of uitsnien? Wat openingen voor aan die 28 mm te komen? Dat is geen nazi dat wit. Maar je krimprekening hond. Ik heb het geprobeerd, het klopt niet. Maar, wat kun je doen? Ik heb hier zo'n cirkelschabloon. Je kent dat verzekers van vroeger. Van in school. Wat kijk ik nu gedaan? In mijn klei heb ik dat overgenomen. Ik heb dat gebakken. Ik heb dat gebakken. Nu zonder glazuur. Omdat ik dat ook niet ga glazuren op de buitenkant. Zonder glazuur. Dus exacte afwerkingen dat ik wil met mijn stick hier. Dus nu ga ik weten. Ook hier heb 28 mm meten. Ik ga nu zoeken wat eentje dat is. Ik weet het nu al. Omdat ik al een keer neem. Maar, dus dat is hier mijn laatste hier. Dat is exact 28 mm na het bakken. Nu ga ik gaan kijken op mijn template hier van mijn cirkelschabloon. Dus dat gaat in deze. Deze hier. Sorry, nu heb 30. Sorry, je hebt 30. Maar je verandert naar 28, dus dat is 2 mm. Voor zo'n vultje is dat veel. Is 2 mm, dat is geld. Dus ook ga ik zelf eens doen. Dus ik wil het nu ook doen. Dus ook voor een vultje, hoe dat wel moet, dat openingske dat moet doorgestaan. Vele mensen willen dat hier doen, maar voor die beestjes moet dat type zetten. Een beetje voor de veiligheid. Dus ik ga dat hier op overnemen. En na het bakken gaat dat nu dus exact 28 mm in. Omdat ik nu weet dat die een 30 op die klei, op die klei 28 wordt. Stel dat je dat in draaiklei maakt, dat gaat meer krimpen. Ga je moeten misschien zelfs naar die openingen gaan. Met draaiklei pak je grotere chamotten uit, die minder gaat krimpen, ga je misschien die opening in. Dus voor alles van mijn klei, ik heb dat setje gemaakt. Mijn zwarte klei, mijn rode klei. Hoe je nog met verschillende baktemperaturen werkt, kun je ook daar nog extra in doen. Maar ik kan doen wat ik tegenkom. Dus, ik werk dus samen met iemand uit Hooik.
Pet's Memory Art. Hey. Pet's Memory Art. Dat is een dierencrematorium. Hey. En hoor ik. En die muis heeft hier iets fantastisch mee voor mij. Ik ga een keer even de lucht uitdoen en ik wil dat je dat ziet hoe mooi dat is. Dus, we kijken die muis hier mee voor mij. Ik hoop dat je dat hier een beetje ziet, toch? Hey, want dat is super mooi. Dat is een 3D-print van een foto van de poes van die mensen. Hey? Dus, ik weet niet hoe je het te goed gaat zien, maar je kunt daar het theelicht in zetten. Hey? Super mooi. We ook vrouw Frankie aan mij. Ik ga hier de lucht aan zien. Frankie zegt tegen mij: Nele, maak door een keer een onderstel voor die daar perfect in past. Dus ik heb dat gedaan. Hey, ook een ding voor de theelicht gemaakt. Een opening voor de assen. Top, want bier. Bebé paste, dat is weer de slimste mos. En bebé paste, dat gaat wel kloppen. Ik ga het doen. Kijk, hoe kom ik tegen? Het klopt niet, hè. Dat past totaal niet. Hè? Het valt eraf, vol skief. Dat is niet hetgene dat ik wil. Ik nu moet het zesde toepassen of dat, hè. En met mijn cirkels hier, hè? Mijn cirkels hier, hè. Wat opening uitstaan en plakjes klein, ging ik geweten wat openingen van diameter dat ik ging moeten kunnen gepakt zijn voor hier perfect op te passen, dat dat dan niet afschuift. Versta je? Dus ik ga dat nu doen. Hé, en toen ga ik wel het perfecte vormtje kunnen maken met de perfecte, dat dat hier perfect op past, dat dat netjes is voor de mensen voor in de rust te zetten. Versta je? Hé? Dus voor onze ding kun je het gebruiken. Lapjes uitsnieren, ook met vierkanten. Hé. Als je met vierkanten werkt, hé, dan zegt hoe groot moet dat hier nu zijn? Je rolt een lapje uit, je snijdt dat je vierkant doet, je bakt dat, hé, heb de graan die je wilt, dat je ziet van naar afwerkingen toe, hé, hoe dat je het hier wel afgewerkt hebt, hoe je het wel glazuur nog niet, hé, en je maakt daar staaltjes van, dat je altijd weet van, ook die klei pakken en pakken die openingen, toen ga ik het perfecte resultaat en de perfecte opening dat ik nodig heb. Versta je het een beetje? Ik weet het, is een beetje complex, maar het is een super handig hulpmiddel voor, ja, met crèmepanel en met ding. Want ik heb hier veel dingen die perfect moeten passen. Like mijn dekseltjes van mijn armetjes en al, dat moet perfect passen. Nee, ik kan dat niet maken dat dat als je website of whatever. Dus ik gebruik dat echt nu super veel. Goed. Dat was het al. Hey. Maar ik hoop dat je het een beetje interessant vond. Maar ik vind het zelf super handig. Het was een beetje anders of anders. Hey. Maar na de week ga ik misschien weer een keer iets doen voor te boetseren. Het is een beetje later misschien voor een pauze nog te boetseren. Hey. Maar misschien moet men dat toch wel een keer doen. Hey. Voor met de kindjes en de pausvakantie. Misschien is dat wel een goed idee. Hey. Ik weet niet wanneer dat de pausvakantie begint. Maar het is misschien wel onlegd. Goed? Oké, goed. En wel, nu is de week iets voor de postvakantie voor met de kindjes te doen. Hé? Misschien een keuntje of whatever. Hé? Is dat goed? Oké, salutjes!